Voorzitter, hoe kunnen we politieke instituties zo inrichten dat voorkomen wordt dat incompetente of slechte machthebbers te veel schade aanrichten? En ik heb het niet over deze minister, want ik zie hem even kijken. Maar dit is een citaat van Karl Popper in zijn boek The Open Society. Het was een van de centrale vragen die hij daar stelde. En in twee dikke pillen beschreef hij daar hoe een open en vrije samenleving de enige plek is waar mensen echt fundamenteel vrij kunnen zijn en waar mensen zich kunnen ontwikkelen. Maar die open samenleving die moet wel beschermd worden. Die is nooit af. Het is geen vanzelfsprekendheid. En als hij het heeft over vijanden, dan zijn dat niet alleen maar vijanden van buitenaf. Maar de vijanden van de democratie zijn ook degene die haar van binnenuit ondermijnen. En Popper die schreef over de democratische paradox. De paradox dat op een democratische manier de democratie buitenspel gezet kan worden. En voorzitter, dat is een van de redenen waarom wij die democratische rechtsstaat zo moeten inrichten dat die tegen een stootje kan. En dan doen we onder meer door te waarborgen dat rechters en instituten altijd onafhankelijk zijn, dat de vrije pers haar werk kan doen, dat verkiezingen en vrijheid plaatsvinden en ook door mensenrechten op te nemen in onze grondwet. Want onze democratische rechtsstaat is heel waardevol, maar ook best kwetsbaar. Voorzitter Popper leerde mij een les dat onze democratische rechtsstaat nooit af is, nooit vanzelfsprekend is, maar hij leerde ook dat we alert moeten zijn op partijen en op processen die op onze democratische rechtsstaat ondermijnen. Hij leerde ook dat we zelf moeten oppassen dat wij niet zelf het democratische besluitvormingsproces verloederen. En dat is mijn hartekreet vandaag. En daarom vind ik het goed dat we het eens een keer over een wet hebben. Die ten grondslag ligt natuurlijk aan heel veel maatregelen die we de afgelopen periode hebben gehad. En dat we het hier ook echt hebben over grondrechten. Want voorzitter, 2 jaar geleden was de coronacrisis een acute crisis. Er was een tekort aan mondkapjes, een tekort aan ziekenhuisbedden en ook een tekort aan pandemische ervaring. En het kabinet trok daardoor allerlei bevoegdheden naar zich toe. En dat was in die acute crisis ook hartstikke belangrijk. Dat was ook vanzelfsprekend. Want het kabinet moest immers ook voldoen aan artikel 22 in de grondwet. Dat is de plicht om de volksgezondheid te bevorderen. Maar we zijn nu wel bijna 2 jaar verder. En het is ook tijd voor herstel. Dan heb ik het niet alleen over de crisis, maar ook over het democratisch herstel. Want het is wat GroenLinks betreft niet meer uit te leggen dat deze goedkeuringswet al op 1 december inging. En dat we deze nu pas behandelen. En dat niet de Kamer voor 1 december toestemming gaf om de coronawet te verlengen, maar dat dat per koninklijk besluit gebeurde. Dat past simpelweg niet bij een democratisch besluitvormingsproces. En daarom dienen wij vandaag ook een amendement in om het democratisch besluitvormingsproces te herstellen. Dat is een fundamenteel herstel waarbij weer de Tweede en de Eerste Kamer zijn die de verlenging van de wet moeten goedkeuren voordat deze ingaat. En dus niet achteraf, zoals het debat dat we vandaag voeren over een wet die al vanaf 1 december in is gegaan. En mijn vraag aan de minister is simpel en mijn vraag is of hij ook ziet dat het besluitvormingsproces anders zou moeten. En voorzitter, natuurlijk zijn we er nog met dit amendement, maar het is wel een eerste stap naar democratisch herstel. En ik hoop ook dat we weer naar een normale democratische besluitvorming terug kunnen. Eentje waarbij het kabinet een voorstel doet en volgens de Kamer deze bediscussieert en uiteindelijk het parlement een definitieve afweging maakt. En mijn vraag is of dat ook is waar de minister naar kijkt.